allemaal en welkom terug bij Laura Crafts. Welkom terug bij een gloednieuwe vlog in mijn appartement. De laatste vlog waarin er werken in zullen getoond worden. Erna zal het voornamelijk uitpakken zijn en daar kijk ik echt keihard naar uit. Zoals jullie zien is de muur in mijn living behangen. Ik ga jullie zo een close-up tonen. Maar hoe pretty, eindelijk de laatste muur is behangen. Dus vind jij het proces omtrent mijn appartement even leuk als mij? Klik dan alsjeblieft op de like-knop en vergeet zeker niet om op de rode abonneerknop te drukken hieronder. Het is nu woensdag 30 november, ongeveer 4:30 in de namiddag. Het is echt al vrij donker buiten, wat niet leuk is natuurlijk. Maar mijn vriend is op komst naar hier. Ik veronderstel dat we samen de dressing gaan verder afwerken. We hadden gehoopt om die vorige zondag af te werken, maar het is meer werk dan we dachten. En er moeten nog 2 kasten volledig van binnen afgewerkt worden. En de ledbaren moeten ook verplaatst worden, want ze worden nu tegengehouden door een schap. En ik zou graag willen dat mijn kledij verlicht wordt als ik de kast open doe. Dus ik denk dat dat de plannen zijn dat we nu gaan doen. Maar hij is dus op komst, dus let's see. Deze week moet al het vuile gerief weg, want zaterdag gaat het een kuisdag worden. Dan gaan we normaal gezien alles proper maken om zondag naar Rue de Brabant te vertrekken. Want daar zou ik heel graag mijn eettafel en stoelen willen gaan ophalen. Ik heb niets besteld, maar dat moest ook niet. Want 1, alles wat daar staat past gewoon in mijn appartement. En ze hebben daar normaal wel vrij veel op stok. Dus normaal is het gewoon naar daar gaan en ophalen, meenemen en hier afzetten. Het gaat ook nog een heel gedoe worden om alles naar boven te krijgen. Maar dat is een zorg voor zondag. En ik ga jullie dus deze week nog meenemen in de laatste werken die nog gaan gebeuren. Hier is de close-up video van mijn behangpapier. Echt super pretty. Alleen hebben we het weer zitten dat we net niet toekomen voor de rand. Dus hoe we het gaan oplossen, dat weten we nog niet. Ik ga dat straks een keer met mijn vriend bekijken, maar I love it! Mijn dressing ziet er dus momenteel zo uit. Deze 2 kasten zijn nog leeg, maar die gaan we dus vullen. I love mijn ananaslampen, echt zalig. Dus voilà, ik ben wel mega blij. We zijn de ledbaren een plank lager aan het plaatsen, omdat die op een verkeerde plank led gaven. Zo gaan mijn kleren verlicht zijn, wat eigenlijk de bedoeling was. Hey allemaal, we zijn nu vrijdagmiddag en ik kom even mijn teddyjas ophalen die daar ligt, want ik ga deze avond weg en het is buiten echt kei koud, dus ik kom hem hier even halen. De grote to-do van deze weekend is deze dressingkast hier helemaal uitkuisen, want ik zou er heel graag van de volgende week een aantal kleren al in hangen en filmen natuurlijk, ik ga alles met jullie delen. Maar daarvoor moet het dus eerst proper zijn, dus ik denk dat ik dat zaterdag, ja morgen na de middag of zo, ga komen doen. Om eerlijk te zijn zie ik het niet echt zitten om overal die stickertjes eraf te halen, maar wat moet, dat moet. Mijn grootvader ging normaal vandaag mijn living verder behangen, dat klein smal boordje. Maar er is iets tussen gekomen, dus hij gaat het morgen doen. Dus vandaar dat we met de dressing gaan beginnen om te kuisen. Die is toch volledig klaar en daarna kunnen we dan de living kuisen wanneer hij volledig klaar is. Dan kan al een brol weg. We gaan nu alles wat ik heb gekocht inladen in de camionet. Stijn is op komst. En ik sta hier zo voor een vrij creepy depoken in Brussel. Maar voilà, ik ga hier mijn stoelen komen halen, mijn 2 lusters. Wat heb ik hier nog gekocht? Ik heb hier nog iets gekocht, ik weet het wel niet meer. Oh my god. Een sneak peek van de tafel en hier steken mijn stoelen in. En we gaan nu alles met de lift naar boven dragen. De tafel en de stoelen steken in elkaar. Echt mega mooi. We hebben gisteren nog hulp gevraagd voor het tablet, want dat was echt een 10-tonner. Maar het resultaat is gewoon echt mega mooi. Als je binnenkomt is het echt een eye-catcher.
Deze week heb ik nog een investering gemaakt. Ik heb deze steelstofzuiger gekocht van Samsung, een V40. En die heeft zo verschillende koppen, dus kei handig. En ondertussen gaat Stijn mijn twee lusters omhoog hangen in de living. Hey allemaal, we zijn nu maandagmiddag en ik heb opnieuw een heleboel kledij mee om in mijn dressing te plaatsen. De hoek in de living is volledig behangen en zoals jullie zien hangen er ook kaders. Ik heb er nog, maar die moet ik nog ergens gaan zoeken. Nu is alles zogezegd behangen, alleen gaan we een deel herdoen, zoals ik in mijn vorige vlog ook al zei, in de gang. Want we kwamen net te kort en het is niet zo mooi hoe het nu is. Maar dat gaan we herdoen later als we meer op ons gemak zijn. De volgende plannen is bellen naar de meubelwinkel om te vragen wanneer we mijn zetel en mijn bed mogen verwachten. Dit mogen we woensdag doen. We hadden vorige week ook al eens gebeld en dan zeiden ze van ja, belt woensdag eens terug. Dus dat staat er op het programma. En zoals jullie zien is mijn luster niet compleet. Want ik moet eerst lampjes gaan kopen vooraleer ik de rest er kan aanhangen. Anders moet ik er weer eerst alles afhalen en dan is dat dubbel werk. Dus dat gaan we niet doen. Dus dat staat er nu momenteel op de planning. Over de indeling van mijn kasten, daar ben ik wel vrij tevreden over. Maar over dat hoekje daar weet ik nog niet wat ik er goed mee ga doen. Dus de dressing room tour zal nog even op zich moeten wachten, aangezien ik er nog niet echt aan uit ben. Maar over dit gedeelte ben ik echt al blij. En dan deze spiegel. Het kon gewoon niet perfecter. Voor nu ga ik dus de video hier moeten afronden, aangezien er deze week niet veel meer kan gebeuren wegens tijdgebrek. Ik denk dat ik op het einde van de week een half dagje verlof ga nemen om gewoon te kunnen afwassen. Heel mijn servies moet nog afgewassen worden en dan kan alles in de keuken gezet worden. En dat is wel vrij veel en ik denk dat ik het sneller ga doen als ik het zelf afwas tegenover dat ik eerst dat boekje moet lezen van het afwasmachine. Want ik ben daar niet zo'n krak in, dus ik ga dat op mijn gemak later doen. Maar voor nu ga ik de video hier afronden. Ik hoop dat jullie het een fijne video vonden. Zo ja, klik dan zeker op de like-knop en alsjeblieft op die rode abonneerknop. Dat zou me echt een kei groot plezier doen. En ik hoop dat ik jullie volgende week mag terugzien met een nieuwe video in mijn appartement. Tot dan en merci om te kijken.